Welkom bij weer een nieuwe YouTube video. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu. Dat zouden we echt super leuk vinden. Vandaag, ik ben hier mijn laptop aan het toedoen. Vandaag ga ik naar de nagels. It's time. Ze zijn echt fel uitgegroeid deze keer. Maar het was ook... Ik denk dat we deze keer 5 weken hebben gewacht. Dus 5 weken is toch iets te lang. Dus dat gaan we vandaag fixen. Amai. En ik heb echt hele kromme vingers. Van altijd zo'n nagel te bijten. Bij deze zie je het vooral. Ja. Dus dat gaan we vandaag fixen. En daarna moet ik naar de verzekering. Om alles voor de verkoop van mijn auto in orde te maken. Zodat dat ook allemaal afgehandeld is. Ik moet een nieuwe nummerplaat. Wat echt sukt. Want ik wil niet RMV'ke opgeven. Mijn auto noemt nu RMV'ke. Omdat de nummerplaat RMV is. Dus ja, ik ga een nieuwe krijgen. Maar dat kan niet anders, want die nummerplaat staat op Geert zijn naam. Dus ik moet dat wel omzetten. Dus dat staat er bij mij al in planning. Kijk wie hier nog is. En zijn mooie badjas. Ja, een badjas. Oeh, dat is toch cute? Dat is toch mooi? Ja. Ja? Ja, dat is leuk. Precies. Hugh Hefner, of hoe noemt hij? Hugh Hefner. Hugh Hefner. Je hebt wel geen wit, hè? Nee, maar... Dan heb je wel een Playboy, meen je. Ja? Play... Hoe zeg je dat? Playboy Bunny. Ben ik een Playboy Bunny? Ja, meen je. Uwe. Oké. Wat gaat jij vandaag doen? Ik heb om 10 uur een meeting met een klant en dan daarna werken met Nick voor Concept Island. Oké. Fun times. Woep woep. Woep woep. Wat gaan jullie vandaag doen? Oh, beetje showen voor de camera, hoe cute je bent. Ja, gaat je dat doen? En jij, waar zit jij? Hier. Hey. Hier is Muffin. Sheldon. Milk is een kont. Wat we niet zien. Ik denk dat zij heel veel gaan slapen en nog meer slapen en eten en slapen. Wat meer doen jullie niet, hè? Chillen. Soms wel eens een hevig momentje. Jij vooral hier, hè? Jij ja. En Schmelken. Schmelken is soms wel hevig, hè? Goedemorgen iedereen. Het is vandaag woensdag en I'm off to... Het staat... Oh, hier is mijn gsm. Oh, ik ben overal mijn gsm aan het zoeken. But got it. Ik ga naar het stad, want we hebben vandaag afgesproken met Karen. En Celine moest hier zijn voor met de vroedvrouw te babbelen of zoiets. Dus, amai, ik ben buiten adem. En die was veel te vroeg. We hebben nu nog 1,5 uur of zo om te overbruggen. Dus ik zei, ik kom wel dan naar het stad en dan gaan we iets drinken. Dit is mijn outfit. Ik heb aan... Ik heb trouwens mijn haren gekruld. Ik vind het altijd gek krullen, maar oké. Ik heb aan een semi-rolkrachttrui van Naked. Jasje is van de Zara. De broek is heel oud van Misguided en mijn schoenen, mijn sneakers zijn totally toe. Dus dit is mijn outfit voor vandaag. Het is koud buiten, het is 10 graden. Dus ik dacht, ik doe me lekker dik aan. Et voilà. Let's go op naar Hasselt, naar het centrum. En ik denk dat ik naar de Century ga, dat Celine en Nick daar zitten. In. Is dit Tilse? Of Tilse Stockholm? Tilse. En we zijn op restaurant met Karen. Hey! We hebben een pasta, alle drie hetzelfde, met... Ja, wat zit er allemaal in? Scampi's, tomaatjes, champignons zie ik al. Smakelijk! Oké, Celine heeft net een behandeling gehad. Karen.
Nu ga ik, maar Celine mag natuurlijk niks. Maar speciaal of zo, omdat ze zwanger is. Nu ga ik, we gaan. Wat gaan we doen? Chemische peeling. Chemische peeling. We zijn terug van bij Karen. Zo ziet mijn huid eruit. Er is wat ge... Sst. Wat? Ah nee. Ellie. Oh. Ellie. Je lekt. Ik heb body lotion op mijn benen. Is dat lekker? Ellie. Sst, dat is goed. En er is wat gepitst wel. Zoals je ziet hier en hier. Maar alles is eruit. En we hebben een... Wat had ik weer gedaan van behandeling? Ellie! Iets met peeling. Ja, een chemische peeling, maar een milde. Dus nu ga ik me even terug schminken. Want zelfs ga ik eten met deze jongen en meisje. En Sam komt ook nog wel natuurlijk. Dus ja, dat staat er nog op het programma. Hallo, kus. Hey. Hey. Wij zijn bij Il Mondo in Paarl. We doen vandaag een home. Hoe zeggen ze dat? Home run. Home. Home run. Ja, we gaan paintball. Een hometown dinner van Celine en ik toch al sinds niemand. Maar dat is hier wel gezellig. Jullie waren hier ook nog nooit geweest, hè? First time for everyone. First time, ja. En ze hebben ook een leuke tuin. En hier is het leuk. Woehoe. Zeggen? Ja, allee, kom maar. Kom maar iets zeggen zo. Zeg maar iets nu. Hè? Huh? Nu zeg je niks meer, hè? Nu heb je niet meer zo'n grote mond, hè? Mijn schatje. Mijn scheel schatje. Wat gaat op de grond? Oké, we hebben echt super lekker gegeten bij Il Mondo. Was echt kei goed. We hadden trouwens weer via 241 geboekt. Ik weet niet als ik dat al had gezegd. Maar dat is wat dat wij doen. We doen dat altijd via 241. Want dan kun je met 2 gaan eten voor de prijs van 1. Of met 4 voor de prijs van 2. Ik ga trouwens ook in oktober denk ik met mijn ouders naar de sauna via 241, want je kunt er ook mee naar de sauna gaan. Met mijn ouders en mijn zus ga ik dan, maar ik zie er bescheten moe uit. Het is 11:30 en we zijn de voorbije dagen om 10 uur gaan slapen altijd. Omdat ik zo moe was. En nu is het dan 11:30, dus dat is terug even wennen. Muffe, niet krabben. Muffe, niet krabben. Kom. Goed zo. Ik heb trouwens nog iets in de Oké gekocht, heel random, wat ik jullie wou laten zien. Kijk, ik heb van die schattige kaarsenhoudertjes gekocht. Dus dit is een pompoentje. Je kunt hier een kaarsje inzetten. Ik ga er eens een nemen. Als ik hier ergens nog een heb, die zijn wel op denk ik, maar dan kunnen we toch in ieder geval het effect al zien. Milky, niet aan de kast. Ik ga me echt overal de laatste tijd. Hey, dan kunt je dat zo zetten. En tadaa! Dan heb je schattige kaarsenhoudertjes. Sheldon heeft trouwens een nieuw geurkussentje. En hij is obsessed, hè, Shelke? Zit hem maar eens doen, zal. Komt je ook iets zeggen? Ja, nou schattie. Oh, komt je eens ruiken? Oh. En dat zakje trouwens, dat stinkt. Wat is dat, muffin? Wat is dat? Sheldon, komt je ook ruiken? Wat is dat? Wat is dat? Oh, dat zakje, dat stinkt zo hard.
weet niet wat dat is. Dat is een soort kattenkruid, maar dat is... Ja, ik wou dat jullie het konden ruiken. Ik was zo al aan het doen. Nou, dat is echt geen catnip, hè. Dat stinkt echt super hard naar iets. Ik dacht gisteren zei ik de hele tijd tegen Sam, ik stink zo hard. Maar dat was dus dat wat ik de hele tijd rook. Ik dacht dat ik dat was. Komen jullie alle drie gezellig bij mij zitten? Muffin. Ga jullie ruiken? Waar is mama geweest? Is ze bij de hondjes geweest? Ja, is ze bij de hondjes geweest? Bij Ellie en Milka. Ruikt je het? Ellie heeft heel mijn benen afgelekt. Dus misschien ruikt hij daar mijn benen. Wat ruikt je allemaal, hè? Wat ruikt je allemaal, schat? Zijn jullie flink geweest vandaag? Ja. Ik heb jullie gemist, hoor. Mijn schatjes. Mijn kleine schatjes. Kijk eens hier. Kijk eens hier. Jij vindt dat toch ook leuk? Nee. Nee. Nope. Oké, Sam is al een uur op het toilet. Sam? Sam? Ja? Lukt het? Ja. Het lukt. En ik wil de vlog afsluiten, want ik wil me gaan klaarmaken om te gaan slapen. Dus bij D... Ah, hij is klaar, denk ik. Ik wou net zeggen, ik ga alleen de vlog moeten afsluiten, want Sam is aan het kakken. Ik heb trouwens mijn nieuwe outfit nog niet laten zien. Mijn blouseje en rokje zijn Bershka. Dus bij deze. En we gaan de vlog afsluiten, hè, schatje. Ja. Je nieuwe outfit al laten zien. Smooth criminal. Trouwens, over de smooth truien, we hebben ook zo van die hoodies. En jullie vroegen op Instagram van waar die kwamen, dus ik zal hieronder de link zetten. Ja. Dus van hetzelfde. En dan, ja, thumbs up. En wij zien jullie morgen.